en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik laat jullie mijn velproducten zien van mei en juni. De buit is heel klein, want dit is het. Maar ja, ik vind het toch belangrijk om dit ook met jullie te delen. Dus mocht je benieuwd zijn naar welke producten ik dus absoluut niet fijn vond van zowel mei als juni, zou ik zeker zeggen, kijk even gezellig mee met deze video. Ik begin met een product van Essence en dat is de Brow Marker Semi Permanent. Is deze marker. Ik heb hem in de kleur 20 Brownie. Je hebt hem ook in de variant voor blond. Alleen mijn wenkbrauwen zijn altijd wat donker, dus meestal ga ik ook voor een donkere kleur. Nou, het is dus echt letterlijk een marker. Die je dus normaal kent, waarmee je belangrijke dingen aanstipt in felle kleuren. Is deze dus echt voor je wenkbrauwen. Hij beloofde semi-permanent te zijn. En stains the skin lastingly. Nou, allereerst. Ik vond dat er echt heel weinig kleur van afkwam. Het pigment was echt zo dramatisch dat je het bijna niet zag dat ik hem gebruikte. Ik bleef echt witte plekken zien. Hoe vaak ik er ook overheen ging. Ik was ook een beetje bang om dit te gebruiken. Want ik dacht, ja, semi-permanent. Zometeen loop ik echt dagen met hele bruine wenkbrauwen rond. Maar dat viel me eigenlijk heel erg mee. Zelfs nadat ik had gedoucht, zag je nog wel een klein beetje bruin. Maar het was wel echt heel minimaal. Dus ja, hij is zeker niet semi-permanent. En hij vult mijn wenkbrauwen ook gewoon niet goed op. Dus daarom vond ik dit ook geen fijn product. Dan heb ik een mascara van Catrice. En deze komt uit de Lala Berlin lijn. Dat is deze mascara. En dit is een oranje mascara. Nou, dacht ik al, oké, oranje. Leuk met Koningsdag misschien, maar oké. Zo ziet het borsteltje eruit. Je ziet inderdaad wel dat hij oranje is. Maar er komt bijna geen pigment van deze mascara af. Even kijken of die verder nog iets belooft. Het is een Glam & Doll mascara. Nou, die heeft Catrice natuurlijk in het vaste assortiment zitten. Voor een expressieve look. Nou, je zag helemaal niks hiervan. Je zag gewoon echt niet dat ik deze mascara had aangebracht. Je zag heel licht iets oranje, maar dat was het ook. Je kon hem zelfs over de mascara heen gebruiken, maar dat zag je ook niet. Dus er kwam echt geen pigment van deze mascara af. En ik vond dit echt absoluut geen succes. Dus dit was geen fijne mascara. Dan heb ik een oogschaduw van Essence. En deze komt uit de Metal Shock lijn. Dat is deze oogschaduw. Ik heb hem in de kleur 06 Totally Clips. Het is een paarsachtig kleurtje. En dit werkt dus gewoon met een soort van lipgloss applicator die erin zit. Maar zoals je al kunt zien, neemt hij niet heel veel product op. Want je ziet heel veel van de witte applicator er doorheen. Ik weet niet of het voor jullie heel goed zichtbaar is, maar ik zie het wel heel erg goed. Er kwam echt bijna geen pigment af van deze oogschaduw. Het is ook een creamy oogschaduw. Dus het is een natte oogschaduw eigenlijk. En ja, nee, ik vond het echt helemaal niks. Ik vond niet dat het mijn look echt heel bijzonder maakte. Ik zag laatst een video op YouTube van iemand die dit gebruikt. Die had een andere kleur. Die vond ik dan wel heel erg mooi. Maar deze kleur viel absoluut in het water. Doordat het gewoon echt, ja, het was het gewoon niet. En helemaal als je hem dan ging inblenden, dan bleef er heel weinig van de kleur over. En dat vond ik heel erg jammer. Dus daarom vond ik dit absoluut geen succes. Dan ben ik ook alweer toe aan de laatste producten. En dit is van Essence. En dit zijn de Metal Shock Nail Powders. En ook de Sealing Top Coat die daarbij hoort. Ik had er dus zo'n grote verwachting van. En het viel zo erg tegen. Nou, ik zal even beginnen met deze. Dit is de Metal Shock 01 Mirror on the Wall. Dit is dus gewoon een poeder. Ik zal wel even het doosje laten zien, maar ik ga hem absoluut niet opendraaien, want dan is het overal poeder. Het zijn vrij kleine bakjes met poeder. Hier zit dus poeder in en deze kleur die kon je aanbrengen op een transparante topcoat. Nou, dat kon je doen met je vingers of met een oogschaduwapplicator. En toen ik dit aanbracht, vielen de glitters gewoon eigenlijk heel erg weg. Je zag gewoon echt heel weinig van deze glitters. Dat vond ik zo erg jammer.
je zag het gewoon niet. Ik vond het zo lelijk. Ik heb het er gelijk weer afgehaald. Want het gaf echt niet dat effect als wat het op die video's gaf. Want er zit een tutorial, die kun je kijken op Essence TV. Maar bij hun werd het heel mooi. Bij mij werd het heel lelijk. Nou, dat geldt ook voor deze gouden variant. Deze heeft de naam 04 Touch of Vintage. En ja, dat is natuurlijk ook gewoon weer een klein doosje. Met hoeveel zit er eigenlijk in? Staat dat erop? Dus even kijken. In deze bakje zit ook maar 1 gram aan poeder. Dus dat is heel weinig. Deze moest je dan weer aanbrengen op een donkere kleur. Dus ik had hier een zwarte kleur bij aangebracht. Ik denk, nou, dit gaat het worden, jongens. Ook deze zag je gewoon niet terug. Het wordt niet het mooie effect als wat ik in video's zag op YouTube. Het wordt gewoon totaal niet wat ik ervan had verwacht. En dat vond ik echt super jammer. Want ja, hè, eindelijk zijn deze poedertjes te koop in Nederland. Want je kon ze voorheen eigenlijk alleen maar online bestellen. En dan valt het zo erg tegen. Dus dat effect gaf hij gewoon absoluut niet. Ja, wat ik nogmaals heel jammer vind. Nou ja, die sealing topcoat, die breng je dus aan over die poeder. Maar eigenlijk neemt hij ook alweer heel erg veel van die poeder mee. Dus ja, je kan het gewoon niet goed sealen omdat die poeder eigenlijk gewoon niet voldoende hecht. Ik heb het echt gedaan zoals het op de tutorial stond. Maar voor mij werkt dit niet, want je ziet het gewoon niet terug. En dat vind ik echt heel jammer, want ik had hier zo'n hoge verwachting van en dan valt het zo tegen. Dus ja, dat was echt een domper. Dan waren dit ook alweer de velproducten van mei en juni. Zoals ik al zei, het waren er absoluut niet veel. Maar ik heb ook eigenlijk bijna nooit heel veel producten die ik niet zo fijn vind. Maar ik vind het dan toch wel prettig om het toch aan jullie te laten zien. Omdat ik wel eerlijk wil zijn over wat ik van producten vind. En ja, daar horen ook producten bij die gewoon minder fijn zijn. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie misschien deze producten hebben geprobeerd. En of dat jullie mening misschien heel anders is. Dat kan natuurlijk. Laat dat zeker weten in de comments. Zou ik heel erg leuk vinden. Voor nu wil ik je weer heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je je natuurlijk gratis abonneren. Als je ook even op het belletje drukt, blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video's. Omdat je gelijk een melding krijgt. En dan hoop ik je bij de volgende video weer te zien. Doeg!